De eerste boom van duizenden bomen en struiken is vrijdagochtend geplant door wethouder Leo Bosland. De Heumense wethouder plantte de boom op het land van Titus van Haren. Hij is een van de 13 mensen die bomen en struiken op hun land in het buitengebied gaan plaatsen. Dit is een terrein wat ik een paar jaar geleden heb kunnen kopen. En ik heb dat aan de overkant, wat je daar ziet, heb ik dat al in het klein gedaan. En toen kwam dit beschikbaar. En toen wist ik al snel dat ik, sterker nog, daar heb ik het eigenlijk voor aangeschaft. Om hier weer een wat ouder landschap terug proberen te brengen. Dat is zeg maar het doel. Volgens wethouder Bosland zijn de bomen niet alleen voor de esthetiek, maar ook voor het klimaat. We gaan vandaag maar liefst 4000 bomen en struiken uitreiken aan diverse mensen die op de eigen grond willen inplanten. Zoals hier op de achtergrond de boer in Titus van Haren in Overasselt. En dat betekent in totaal vergroening, verfraaiing van het landschap. En een regen die valt wordt door bomen en struiken opgenomen, wordt langzaam weer afgestaan. Dus het draagt ook bij aan de klimaatadaptatie en verfraaiing van het landschap. De gemeente werkt samen met de Stichting Landschapsbeheer en de provincie samen om het buitengebied te verfraaien. Om te zorgen dat de bomen en struiken mooi blijven, worden er ook cursussen gegeven, aldus Ronald Jansen, voorzitter van de werkgroep Groen van Heumen, haar erfgoedplatform. Dit project is voornamelijk het verzorgen van snoeicursussen. Dus wellicht dat we hier op het gebied van het onderhoud en van het snoeien wat kunnen gaan betekenen. Het is niet het enige vergroeningsplan voor Heumen. In 2019 zal er nog meer natuur verschijnen in de gemeente. Volgend jaar 13 maart is het Bomenfeestdag. En dan gaan we ook een actie organiseren dat inwoners van de gemeente Heumen een boom of een struik met ondersteuning van de tuincentra in Malden kunnen aanplanten in hun eigen tuin binnen de bebouwde kom. Zodat ook die tuinen nog groener worden en ook bijdragen aan het klimaat.